En zullen je zeggen, we hebben problemen, die twee droepies die zijn hier. Ah! En dit gaat een lastige battle worden, jongens, want ik moet hier een duo battle gaan doen met Hop. Yo, Nintendo fans. We gaan weer verder met een Nuzlocke. Sonja is teleurgesteld in zichzelf. Maar ik ben trots. Want in de vorige battle, in de vorige aflevering met Swordward en Shubert, hebben al mijn Pokémon het weer overleefd. Gelukkig. Dus doe dat blauwe duimpje alvast omhoog. En laat even een leuke reactie achter. Ja, ik weet ook niet. Ik weet niet wat je in de reactie moet zetten. Gewoon iets leuks. Gewoon wat je vandaag hebt meegemaakt in het leven. En vergeet niet op dat abonneerknopje te drukken als je iedere dag Nintendo video's wilt. En dan gaan wij na dit verhaaltje met Magnolia en Sonja en Pierce en Hop. En mezelf gaan we door. Wat moeten overal in de wereld de Dynamax-problemen nog even oplossen? We beginnen in Balalia City. Echt zo'n prachtige plek dit. In Animal Crossing heb je nu ook van deze paddenstoelen die je neer kan zetten. Echt super tof. Dan kan je een soort van Balalia City maken in Animal Crossing. Dat is super dope. Dus ik loop hier naar binnen. En ik denk dat ik BD even ga helpen. Want hij vraagt zich af wat we hier doen. En hij zegt, ik heb je hulp allemaal niet nodig. In plaats daarvan wil ik een battle met je. En natuurlijk laat ik mogelijkheid niet onbenut om BD even een poepie te laten ruiken. Let's go, let's do this. Hij start met Mawile. En dat is helemaal top, want ik start lekker met Diggersby. Nu is het wel een beetje balen dat Persicker down is. Want Persicker Steel-type moves zijn natuurlijk super effective op Fairy-type Pokémon. Ja, maar ja, dat kunnen we nu niet meer doen. Dus ik moet het nou even op een andere manier opzien te lossen. Laten we eerst Mawile even slopen. Oh, jij gaat gelijk even een full restore doen. Jij gaat het op deze manier weer doen. Oké. Let's go, Earthquake. Ah, hij is nog steeds niet kapot. Maar hij gaat nu sowieso kapot. Bye bye, Mawile. Ja, Mawile is natuurlijk ook een steel type. Dus Ground is daar weer super effective op. Maar vanaf nu moeten we gaan schakelen. We hebben namelijk nog een troef. En dat is Slowbro. Oftewel onze trage broer. Yo, trage broer. Doe even jouw super effective move. Shell Sidearm dan. Kijk, Quick Draw Ability. We zijn sneller dan Gardevoirtje. Boeiem. Ja, en dit is echt een super sterke move ook. Dus ik denk dat we iedereen eigenlijk wel moeten kunnen gaan one-shotten. Dus het is alleen te hopen dat we sneller zijn en dat ze geen verrassende moves hebben die mij opeens kapot maken. Want dat kan natuurlijk ook. Psycho Cut. Dus even kijken wat dat doet. Nou, niet zo heel veel. Lekker man. Gelukkig hebben we Slowbroodje nog hoor, tegen Fairy-type Pokémon. Want anders... Oh, we zijn Stunky al kwijtgeraakt in het begin. Die is hier goed tegen. En we zijn laatst Persicker kwijtgeraakt die hier ook goed tegen is. Oh ja. Ging die nou Dynamaxen? Volgens mij niet, want we staan niet in het stadion, toch? We staan net buiten het stadion. Nee. We gaan niet Dynamaxen. We kunnen niet Dynamaxen. Oh, ik ben gewoon sneller dan Hatterene. Hoppakee. Slowbro is echt sick, man. Ik vind Slowbro misschien nog wel mijn beste Pokémon van allemaal, joh. Misschien is Slowbro zelfs nog wel beter dan Rillaboom. Nou, dat was het voor het BD. Ja, je hebt weer verloren en... Ja, sorry, wel... Redelijk kansloos, vriend. Ik kan er ook niks aan doen. Ik kan er niks aan doen, maar ik ben er wel blij mee. Als we deze counter niet hadden, als we deze Poison-type move niet hadden, dan was het wel een stuk moeilijker geweest. En dat is wat je moet doen in een Nuzlocke Challenge. Je moet gewoon zorgen dat je zoveel mogelijk verschillende types in je team hebt en dat die dan ook nog verschillende type moves kent. En door naar de volgende gym, naar Kirchester. De Rock-type gym van Gordy. Deze dude moeten we echt even gaan helpen. Ik vind dit echt een dude. Als je het woord dude hoort, ja, dan denk je gewoon aan deze Gordy. What up, dude? Met je mooie blauwe zonnebril. Volgende Dynamax battle. Het is wel jammer dat ik hier allemaal geen XP voor krijg. Of van die Dynamax candies die je dan kan vinden in de Wild Area als je daar zo'n Dynamax battle doet. We houden hier helemaal niks aan over. Oh, dit is een 1v1. Oké, dit is een 1 tegen 1. Oké. Nou, dan hoop ik dat we hem snel kunnen nakken. Dat hij niet te gekke dingen gaat doen. Dat hij niet opeens allerlei gekke moves heeft die mij slopen. Dat hij opeens een vuuraanval kent of zo. Let's go, Rillaboompy. Ga maar even lekker op je trommel slaan, vriend. Hoe hard is dit? Dit is heel hard. Lekker. Gigalith is zo vet. Ik vind de shiny versie van Gigalith echt een van de tofste shinies ooit. Want dan zijn al die rode stenen blauwe stenen. Ik heb dat wel eens vaker verteld, maar alles wat dan rood is, is dan blauw. Dat is echt episch. Oké, nog een keer Max Overgrowth drop en dan is het gewoon al klaar met Gigalith. Dit was niet de allermoeilijkste. Voor deze gym hadden we sowieso wel lekkere counters, dus ja, het is helemaal goed gekomen. Doei Gigalith! Ga maar lekker met Gordy mee, joh. Waarom moest ik dit trouwens alleen doen? Waarom helpt Gordy mij niet? Waren hier meerdere gedynamaxte Pokémon waar zij ook allemaal tegen moesten battelen? Volgens mij was dat het verhaal. De volgende gym, Stow on Side. Oftewel de gym van Bee. Daar ben ik weer, Bee. Hoe gaat het leven met jou, Bee? Heb je nog een beetje lekker getraind? Ze zeggen, ah, kom je ons helpen? Ja, we komen je helpen. En ook hier gaan we volgens mij weer splitten. Dus dit is weer een 1v1 battle tegen Conkondor.
En dan schakel ik natuurlijk weer terug naar een Psychic-type Pokémon, naar Slowbro, de langzame broer. En de langzame broer is gewoon alsnog sneller dan deze Kankodurry. Oeh, die houdt echt maar 1 HP over of zo. Hij heeft echt een Pipo de Clown neus. Dat zie ik nu pas. Ik heb heel erg de neiging om zo in die neus te knijpen. Zo, maak maar. Dat is een rare neus, joh. En wat heeft hij eigenlijk op zijn hoofd? Daar heeft hij ook een of andere rare bolling of zo. Nou, ook deze was niet al te moeilijk. Het is gewoon een kwestie van de juiste Pokémon kiezen tegen het juiste type. En dan heb je niet heel veel moeite met deze Dynamax Battles. Oké, B, hebben we toch even gefixt, hè, met z'n allen. En de laatste is een Hammerlock. En ik moet je eerlijk zeggen, deze vind ik altijd gevaarlijk. Want in zo'n Dragon-type gym kan een Pokémon tevoorschijn komen die opeens een andere type move kent. Dragon-types kennen vaak ground moves of fire-type moves. En dat vertrouw ik gewoon niet. Dus ik ga dit ook gewoon met Slowbro doen. Ik durf het niet om Glalie hierin te zetten. Want stel, ik kom een Pokémon tegen die inderdaad bijvoorbeeld Fire Blast kent of zo. Dan ben ik de Shaak. Dus ik ga gewoon weer voor Slowbro. Want Slowbro die kent ook een ijs-type move. En ijs is weer super effectief tegen Dragon. En dan hoop ik dat die tegenstander geen super effective move kent op Slowbro. Moet ik dit weer alleen doen trouwens? Of gaan mensen me helpen? Nee, we moeten dit weer alleen doen. Het is... Oh nee... Het is Hexorus. Het is de Pokémon die mijn Persecutor kapot heeft gemaakt. En dan nog in gedynamaxed versie ook. Ah, nee. Ik heb onwijs slechte herinneringen aan deze Pokémon. Ah, oké, Dynamax, let's go. Ja, die Max Quake, jongen. Oh, dat was toen een Earthquake. Oh, dit doet wel pijn. Die is wel aardig super effectief. Ik ga voor Max Hailstorm. Oh, nee. Dit wordt een ding. Oh, hij is ook niet voor de helft kapot. Ik ga dit denk ik niet redden. Dit wordt denk ik lastig. Ja, ik leef nog steeds wel voor meer dan de helft. Ik ben nu sneller. Maar ik denk dat ik hem nog steeds net niet kapot maak. Ik denk dat ik het nog net niet red. Oh, nee. Dit gaat net niet lukken. Hij doet nu Giga Impact. Oh, oké. Die overleef ik. Oh, en mijn Rocky Helmet. Ja, mijn Rocky Helmet heeft hem gesloopt. Oh, ik was echt even bang dat dit niet goed ging met Slowbro. Als hij weer diezelfde move had gedaan. Die ground-type move. Oh, ik heb geluk. Slowbro was bijna kapot. Dit bedoel ik dus, hè. Dragon-type Pokémon zijn nooit chill om tegen te vechten. Je moet nooit stoer doen tegen een Dragon-type Pokémon. Gelukkig. Oh, hebben we dit gered. Gelukkig deed die Giga Impact. Gelukkig had ik die Rocky Helmet ook nog. Oef. De telefoon gaat. Sonja hangt weer aan de lijn. En die zegt, die gekken die zijn nu in Hammerlock Stadium. What up, Sonja? En what up, Swordward? Ben je daar weer, mafkees? Met je grote fanclub? Ja, die gasten hebben het me toch al verrassend lastig gemaakt. Vooral toen ze met hun tweeën gingen battelen. Dat was echt een lastige battle. En nu is hij alleen maar tijd aan het rekken voor zijn broertje die boven staat. Kom gewoon battelen, jongen. Hou even op met dat bla bla bla. Ik zag trouwens dat jullie zeiden dat ik Charmander wel mag gebruiken. Omdat Slowbro eigenlijk ook een gift Pokémon is. En daar zit wel wat een waarheid in inderdaad. Maar die Charmander die is ook echt laag level. Dus die moet ik eerst helemaal gaan trainen. Dus dat schiet eigenlijk ook niet op. Laten we gaan battelen tegen deze dude. Met zijn mooie haar. Met zijn Surfetch. Het zou lekker zijn als ik nu gebruik kon maken van mijn Quick Draw Ability. Ah, helaas. Oké. Hij gaat zichzelf boosten. Met Sword Dance. Dat is altijd gevaarlijk. Zijn attack is omhoog. Hopelijk nakken we hem dan gewoon in één keer met Psychic. Ja, lekker. Oké. Ja, hij begint altijd met Surf Edge. Dus dat is wel makkelijk om te weten. We gaan gelijk 4 Pokémon een level omhoog. Diggersby, Rillaboom, Heliolisk en Gastrodon. En we zijn bijna level 70 met sommige Pokémon. Heel nice. Ja, en Gastrodon die kunnen we nog niet echt gebruiken. Die moet echt nog getraind worden. Dan nu, Golisso potje. En dan ga ik toch weer voor Heliolisk. De Pokémon die altijd herinnerd zal worden. Omdat hij Charizard heeft verslagen. En dan gaat hij voor First Impression. Dat doet heel veel damage. Ik ga voor Parabolic Charge. Dat doet als het goed is ook heel veel damage. Yes, lekker. Dus even kijken hoeveel HP we daarvoor terugkrijgen. Oh, net niet genoeg denk ik om dit straks nog een keer te doen. Dan nu een Dewblade. Dan ga ik gewoon even switchen naar Rillaboom. Want ik heb het gevoel dat Dewblade mij anders gewoon keihard kan gaan nakken. Hij heeft... Ik heb normal type Pokémon, dat is het probleem. En hij heeft een fighting type move. Kijk, Sacred Sword heeft hij inderdaad. Als hij die op Heliolisk of op Diggersby doet, heb ik een probleem. Dus normaal gesproken zou ik misschien een van die twee pakken. Maar ja, die zijn ook normal type. Dus dat is heel gevaarlijk. Ik gebruik dus gewoon knock-off. En tot nu toe heb ik eigenlijk altijd Duo Blade gezegd in mijn leven. Maar het is natuurlijk Dewblade. Knock-off! Beam! Hij gaat voor zijn derde aanval Iron Head. Dan is het voor mij tijd om nu een Max Potion te gaan geven. Want misschien wil ik Rillaboom straks wel nog een keer gebruiken. Ja, hij is lekker bezig. Hij is lekker aan het knallen. Maar nou is het klaar, hè? Nou is het afgelopen. Ha, lekker dit. Oké, Swordward, let's go. Je hebt er nog 2.
Jij hebt nog je Golisso potje. Oké, ik ben benieuwd wat Golisso pot gaat doen. Gaat hij weer voor first impression? Ik ga namelijk voor boom burst. Ja, hij gaat inderdaad voor first impression. Die is... ik schrok me kapot. Oh, daar ging Rillaboompie bijna. Oh. Dat is dus gewoon een Bug-type move, joh. Dat moet dan wel. Oh, ik dacht altijd dat het een Dark-type move was. Wat? Oké, hier heb ik geluk. Ik heb weer wat geleerd in de wereld van Pokémon. Ik dacht, dat mag hij gewoon prima doen, die first impression. Want dat is een Dark-type move, maar dat is helemaal niet. Dan gaan we even switchen naar Diggersby. Oh, man. Dat was weer een hartaanval, joh. Dan gaan we weer voor Hammer Arm. Die is 4 keer super effective. Dit moet geen probleem zijn. Nee, dit is inderdaad ook echt geen probleem. Oh, daar deed Rillaboom even een Diggersby'tje door maar dit te overleven met zo weinig HP. Normaal doet Diggersby dat altijd, maar nu deed Rillaboom dat ook even. Oh, Swordward, is het klaar nu? Met je stoere gedrag de hele tijd. Ja, en we horen het, boven is Zacian aan de gang. En Swordward zegt, mijn broer heeft genoeg tijd gehad. Het is me gelukt. Dat was mijn enige doel. En als ze straks naar boven gaan, dan kunnen we Zacian gaan vangen. En dat gaan we doen in de volgende aflevering. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Of op TikTok @RickTokChu. Let's go. Mazzel!